Dat is ook een aankomen en volgens mij zit er wat moois achter, jongens. Ja, er zit wat moois achter. Wat zal het zijn? What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en we gaan weer even Pokémon kaarten uitpakken. Vandaag heb ik deze Volcanion tin voor jullie. Let's go! Deze Volcanion tin komt uit de serie van 3 tins. Deze Pikachu tin hoort er ook bij. En deze Medjurna tin hoort daar ook bij. Die heb ik nog niet, misschien komt die nog. Maar nu gaan we eerst even deze Volcanion tin uitpakken. In deze tin zit natuurlijk weer een vette promokaart. Namelijk deze Volcanion EX tin. Het is een dual type kaart. Hij is fire type en hij is water type. En zijn weakness, dat is wel grappig, is dus water. Terwijl die zelf ook water is. Dat maak je niet vaak mee. Maar dat is dus bij deze Volcanion wel zo. Dan hebben we hier een codekaart. En die is voor een van jullie. Dus wees daar snel bij. Er zitten 4 pakjes in. Een Primal Clash pakje, Ancient Origins pakje en 2 Steam Siege pakjes. De vorige keer bracht Steam Siege geluk. Dat is echt, blijf de rotwoord vinden. Steam Siege. We kregen Professor Sycamore eruit. Doe een blauw duimpje omhoog als je dat voor deze video ook weer wil. En dan gaan we beginnen. We beginnen met het Primal Clash pakje. Hier heb ik nog niet zo gek veel kaarten uit volgens mij. Er zit natuurlijk ook weer een codekaart in. Alsjeblieft, die is voor jullie. Doen we er weer 3 naar voren. Zetten we hem strak en dan gaan we eens kijken wat er in het Primal Clash pakje zit. We beginnen met 1 Buffalant. Dan hebben we een Rare Candy. Dat is een Uncommon. Dan hebben we een Bibarel. We hebben een Tangela. Een Trico, leuke kaart. Een Honedge. Een Meditite. Een Drillbur. Heel veel Drillburs. Een Electrike Reverse Holo. En dat is ook een Uncommon. En volgens mij zit er wat moois achter, jongens. Ja, er zit wat moois achter. Wat zal het zijn? Een Primal Clash EX kaart. En het is een Wailord EX. Zo grappig, man. Super lachen. Deze kaart is tof. 250 HP. Wailord. Vet. Daar had ik nog geen enkele EX kaart van. Volgens mij heb ik die überhaupt nog niet. Dus dit vind ik wel echt heel tof. Gelijk een goede pool. Doe een blauw duimpje wel voor een goede pool. En dan gaan we door met ons Ancient Origins pakje. Nou, dat begint al geweldig. Super nice. We hebben hier weer 1 codekaart voor jullie. Alsjeblieft. En dan doen we er weer 3 naar voren. En dan gaan we eens kijken wat in het Ancient Origins pakje zit. We beginnen met 1. Yep, daar is die Tyranitar Spirit Link. Een Sableye. Een Metang. Een Persian. Een Magikarp. Een Larv... ja, een Larvesta. Een Spinarak. Een Golurk. Een nice. Een Gardevoir Reverse Holo. The Real Lucy. Jij bent een gek op deze kaarten, hè? Sorry. Ik krijg elke keer Gardevoirs of Curlia's of zo. En als laatste hebben we een Registeel. En stiekem vind ik de Gardevoir kaart wel toffer dan de Registeel. Dan hebben we nu ons eerste van de 2 Steam Siege pakjes. Weer een codekaart natuurlijk. Alsjeblieft. Die is voor jullie. 3 naar voren. En dan gaan we kijken wat hierin zit. We beginnen met een Nuzleaf. Als tweede hebben we een Steelix Spirit Link. Als derde hebben we Clang. Een Joltik. Een Litwick. Een Ponyta. Een Meryl. Een Oshawott. Een Armor of Fossil Shield. Een Reverse Holo. En als laatste een Avalok. Avalok vind ik... Nee, vind ik niet een hele toffe Pokémon. Een beetje goedkope evolutie. Ik weet het niet met die Avalok. Hier is opnieuw weer een codekaart, alsjeblieft. En pak ze niet gewoon alle 4, weet je wel. Laat ook even wat over voor iemand anders. Dat zou leuk zijn. Doen we de 3 naar voren. Beginnen we met een Clang. Dan hebben we een Special Charge. Een Monferno, toffe kaart. Een Sneasel. Een Seedot. Een Drifloon. Een Aipom. Een Mankey. Een Seedot Reverse Holo. En als laatste hebben we een Chandelure Holo Rare. Nice, oké. Nice. Dat is wel een toffe kaart. Al met al hebben we toch wel weer best wel toffe kaarten gekregen uit deze tin. Deze Chandelure Holo Rare kaart vind ik zelf best wel mooi. Ik vind deze Gardevoir Reverse Holo ook heel erg vet. En natuurlijk deze Wailord EX. Super nice. Ik vind het een grappige kaart. Het is misschien niet de allermooiste EX kaart. Maar ik vind hem wel heel erg leuk en ik ben er blij mee. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze video. Volgende week ga ik waarschijnlijk Pokémon Evolutions uitpakken. De allereerste keer dat ik Pokémon Evolutions ga uitpakken. Ik heb er super veel zin in. En als je dat nou wil zien, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie later. Mazzel!